mijn doel van blockchain congres is niet om met de techneuten zoveel, maar eigenlijk gewoon meer praktische dingen te laten zien aan gewone bedrijven. Ik vind het belangrijk dat intrapreneurs, die mensen die binnen bedrijven nieuwe dingen doen, dat die een platform hebben om dat aan elkaar uit te leggen om het zo praktisch mogelijk te maken met dat blockchain gebeuren. Wat wel leuk is trouwens, een nieuwtje, er is een blockchain week aan de gang. Die week zijn allemaal projecten over de hele Nederland, zijn allemaal blockchain dingetjes. En de eindborrel die vindt plaats, die iedereen komt zeg maar naar ons toe, naar het congres toe aan het einde. Aan het einde. En dan doen we ook een borrel voor alle andere blockchain evenementen, zeg maar. Dus het wordt lekker. We hebben een leuke, gezellige borrel met allemaal soorten mensen. En welke presentatie of welke gebruik van blockchain ben jij het meest enthousiast over? Zodat ik weet welke sessie ik zelf naartoe moet gaan. Nou ja, ik vind zelf VACT.com, VAKT.io, ja. die vind ik heel fascinerend. Dat is een settlement blockchain, dus daar wordt eigenlijk gewoon allerlei olie op de Brent Oil uit de olie, zeg maar, van de Noordzee. En die worden dus allemaal verkocht aan elkaar. En daarna moet er gesetteld worden. Dus ik koop dat van jou. En nou, dat settelen, dat kan met gewone banken gebeuren. Maar er zijn mensen doen heel veel handel met elkaar. Dus wat ze nu doen, ze doen al dat settlement op de blockchain. Maar het grootste gedeelte vindt plaats tussen de Shell en tussen de BP en tussen de Exxon en tussen ING en Rabo en ABN. Ja. En er zitten dus 25 van die bedrijven bij elkaar te handelen. En het settelen, het betalen, gaat dan niet via fiat money, maar gewoon via een coin op die blockchain. En dat is dan stablecoin. Maar die is alleen maar gerelateerd aan de oliemarkt. Die kun je niet stelen. En dan kun je, als je die steelt, dan kun je die niet gewoon ergens aan autootjes gaan besteden. Dan kun je alleen maar besteden zeg maar aan olie in de Noordzee in zo'n blockchain. Dus daar is de veiligheid veel minder. En alle regeltjes kun je allemaal in het geld programmeren. En dat is nu 40% van de Brent Oilie en dat is aan het einde van het jaar 80%. Nou, dat vind ik echt een serieuze, leuke, dat vind ik gewoon cool. En die CEO die komt daarover praten, dus dat vind ik wel echt, dat vind ik serieus. En dan is Koopman is een bedrijf wat alle logistiek doet voor BMW en Mercedes en alle grote, die doen. En die geven nu alle auto's een digitaal paspoort op de blockchain. Ja, oké. En het aardige is, vorig jaar had hij dat aangekondigd. Iedere auto krijgt een digitaal paspoort op de blockchain en dan kunnen er allemaal documenten aan toegevoegd worden. Wie de eigenaar is, wie het onderhoud heeft gedaan, wie het ding gerepareerd heeft, de tweedehands track and trace. Dus, en dat is precies hetzelfde als jouw personeel, zeg maar. Die heeft ook een identiteit en daar kan iedereen dan informatie aan toevoegen en aan lezen als dat op een gegeven moment akkoord is door de eigenaar of door de OEM of door dit of door dat. En dat is vorig jaar is dat als idee bij Koopmans gedaan en nu heeft hij een consortium van 5 bedrijven die dat over heel Europa gaan uitstorten met allemaal OEM's en weet je wel, dat krijgt echt traction. Nou, dat vind ik ook wel een hele leuke. Ja. Dan vond ik ook een hele leuke over identiteit. Over in Jordanië zitten 100.000 vluchtelingen in een kamp. Ja. Er wordt gesteeld en gemoord en het is een zeer onveilige omgeving. De UN geeft dan geld aan, moet geld geven aan al die vluchtelingen. Maar als je daar geld geeft, dan is het één groot drama. Dus iedereen krijgt nu op de blockchain een wallet. Elke vluchteling, als de identiteit geverifieerd is door het Rode Kruis of de UNHCR, krijgt een wallet. En die wallet die wordt dan volgestort. Elke maand krijgen ze dan €200 of €100 of een x-bedrag. Ja. En die kunnen dan naar al die winkeltjes gaan in dat kamp. En die kunnen dan boodschappen doen en dan rekenen ze af met hun iris-scan. Dus de private key is gekoppeld aan de iris-scan. Dus er kan niet gestolen worden. Je kunt niet, je kunt niet met een arm meegenomen worden. Dan moet je je ogen voor en dat nogal. Ja. En dat scheelt dan tonnen en tonnen aan geld en veel meer veiligheid en dingen. Dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Ja. Dan komt er iemand, professor Troystoy, die zit in de advisory board voor e-commerce voor de Chinese government. En de Chinese government zegt van wij willen blockchain gebruiken als basis achterkant voor een heleboel dingen. En die man, dat is dan een UK professor, die zit dan in dat board met een aantal mensen. Dus die vertelt eigenlijk, 70% van alle blockchain projecten vindt nu in China plaats. Waarom? Wat willen ze daar nou eigenlijk mee? Hoe gaat dat? En wat kunnen we verwachten in de toekomst? Want die regering, die vertrouwt zichzelf niet. Die zegt, overal, the mountains are high and the emperor is far away. Dus als er iemand ergens in een andere staat, zijn 28 provincies en daar zijn dan weer allemaal 400 steden van meer dan 1 miljoen inwoners. En wat daar allemaal gebeurt, wij weten het niet. Wij willen zeg maar verifieerbare informatie op een blockchain zetten. En daar is ook nog een prachtig blockchain project door Ping An. Heb je nooit van gehoord, maar je hebt wel gehoord van WeChat.
Ja. Je hebt wel gehoord van Tencent, je hebt wel gehoord van Alipay. En dat is dus ook een klein verzekeringsmaatschappijtje met 630 miljoen polishouders. En ze hebben ook nog een bankje met een triljard aan banken, met 1000 miljard aan bank capital. En ze hebben ook nog... En ze hebben ook nog een technologiebedrijf. En die heeft dus 400 banken in China. Hebben zij van een unmutable system, een unmutable ledger, namelijk papier, naar een blockchain ledger gedaan. Dus 400 banken die doen nu de settlement via de blockchain. En dat, is okay. Dat zijn allemaal banken tussen de 500 miljard en de 1 triljard balance kapitaal. En die zijn 18 maanden hebben ze die naar de blockchain overgezet. Ja. Dat zijn een paar dingen. En dan heb je nog alles van India en alles uit Nederland. De Blockchain Alliance komt ook gewoon vertellen. Ja. En dan heb je nog... het is echt een hele leuke conferentie met allemaal praktische dingen rondom blockchain. En er zijn drie dingen die we willen doen. Eén is production blockchains. Twee, we willen praten over hoe vorm je nou een alliances. Wat jij ook het over hebt. Je hebt zo'n bedrijf. En hoe ga je dan met Randstad en dat die openbare universiteit en jullie. En als je 15 of 20 van dat soort bedrijven hebt, hoe organiseer je dat? Wie betaalt ervoor? Wie bepaalt de inhoud van de smart contracts? Hoe verifieer je dat? Hoe bouw je een alliances? Hoe maak je de regels? Speciaal als je dat samen doet met ABN AMRO en ING. Ja. Met competitors. Ja. Nou, dat is het tweede grote onderwerp. Eerst in productie. Twee, hoe bouw je zo'n alliances? En ten derde kijken we nog eventjes dus naar China en naar Nederland en al dat soort dingen. En ten vierde praten we over, wil je een blockchain project doen, net zoals bij jullie, dan heb je gewone data nodig, big data. Je hebt de blockchain nodig en AI. Daar willen we dan slimme dingen mee doen. Dus we hebben ook nog een paar. Het eindigen met Dave Birch, die een hele geweldige spreker. En die komt vertellen over dat de ideale combinatie toch eigenlijk is big data, blockchain en AI. En hoe dat nou eigenlijk de wereld gaat veranderen. Dus dat is het laatste. Dat is de laatste. En vanaf 4 uur is de laatste sessie over China en over AI en big data. Die is gratis toegankelijk voor iedereen. Dus by all means, nodig al je vrienden uit. En die komen dan kijken naar... die kunnen dan echt nog twee fantastische sprekers zien om 4 uur. En daarna is er gewoon een borrel bij ABN AMRO, waarbij iedereen van de Blockchain Week bij elkaar komt. Leuk. En ook voor degene die... dat is ook altijd een zeer populair iets. Om 7:30 organiseren we de Blockchain voor Dummies. Dus echt, de meeste mensen hebben gewoon, wat is nou een blockchain? Een chain of blocks, zitten transacties in en dit? Wat is een smart contract? Wat voor verschillende platformen zijn er? De Hyperledger, de Ethereum, zijn de voor- en nadelen? Wat kan wel, wat kan niet? Je kunt geen data op de blockchain opslaan. Echt gewoon even in sneltreinvaart alles wat je moet weten om die andere verhalen te kunnen begrijpen. En we doen ook een heleboel interactie met de zaal. Dus iedereen heeft zo'n mobiele telefoon. En dus als de sprekers binnenkomen, dan kun je meteen vragen. Je kunt meteen vragen stellen aan hem. En dat komt dan op zo'n scherm. En dan pakken we daar de leukste vragen uit. En dan gaan we zorgen dat die spreker heel snel die vragen beantwoordt. Dus dan kunnen we 5 keer zoveel vragen doen. Dan als iedereen gaat staan, ik ben die en die. En ik wil even praten over dat. En dat gaan we dus heel snel. Dat is ook wel fameus aan ons. Zijn er sessies dat parallel met elkaar lopen? Ja, of? Er zijn dus een aantal. Je hebt dus main programma's en je hebt ook gewoon een technical track. Heel vaak heb je presentaties waar de business en de alliances en allemaal dat soort dingen worden uitgelegd. En dan de technical track wordt gedaan. Hoe ziet dat smart contract er nou eigenlijk uit? En hoe gaat dat met de transacties en dit? Dus daar vinden een aantal sessies plaats. Dan heb je de business track. Daar zitten allemaal business cases. Business cases die gewoon heel veel business cases achter elkaar in de digital insurance. Daar zit ook insurance. Dat is natuurlijk ook een gigantische business waar allemaal oude systemen zitten. Daar hebben we ook allemaal hele leuke voorbeelden in. Maar daar zitten ook bijvoorbeeld een fantastische... het lijkt ook weer een beetje op jou. Het lijkt echt wel weer op jou. Deloitte komt met een hele leuke case. Die heeft in de real estate market... Daar zit iedereen zit daar gewoon te verifiëren hoeveel vierkante meter in dat gebouw zit. En hoe het kadaster dat zit. En hoe de kwaliteit van dit. De kwaliteit van, dus alles rondom een gebouw. Een digitaal paspoort van een gebouw. Dat wordt dus dat haalt dan informatie van allemaal gecertificeerde bronnen.
En die wordt dan op een blockchain neergezet, net zoals jouw employer systeem. Hetzelfde ding. En dan kun je veel en veel sneller, kun je gewoon al die... iedereen stuurt nu alleen maar 30 pagina's PDF-documentjes op, waarbij je A niet weet of het waar is, en B is het te veel, en C is het niet relevant. En 4 moet het dan weer daarna weer gecontroleerd worden. Dus dat is wat zij aan het... die zit in de business track. En dan heb je ook nog een government track, waarbij allerlei stukken van de wereld worden getoond. En ook een sustainability track. Dus bijvoorbeeld die Jordaanse, dat UN gebeuren. En zo hebben we nog een bunch of... Hoe lijkt je dat als dag? Nee, heel leuk. Nee, inderdaad. Mooi programma.